Het nieuwe fiscaal jaar van de Junior Chamber Suriname, JCI, zal zich voornamelijk richten op bewustwording voor vrede. Dit werd gisteravond duidelijk op een persconferentie. Voorafgaand aan de opening van het fiscaal jaar van de jongerenorganisatie. En daarbij waren aanwezig de presidenten van de verschillende JCI-afdelingen en National President Giselle Tjonkisim. De activiteit had plaats in de banketzaal van Hotel Torarica. De focus op vrede past ook binnen het jaarthema van JCI Paramaribo, namelijk Connect, Collaborate and Change, C3, oftewel aansluiten, samenwerking en verandering. Dit thema zal aanzetten tot zekerheid en duurzaamheid, zegt de local president Dioma Blokland. De focus is dit jaar vooral op samenwerking, zowel binnen de JCI als extern. We gaan enkele projecten uitvoeren, waaronder motivatiesessies binnen de scholen. We willen minimaal 5 motivatiesessies doen, lagere scholen en MULO scholen. Verder gaan we een Healthy Lifestyle project organiseren. Voor het laatst hadden we dat gedaan in 2014. We gaan ook onze welbekend project Wine and Dine organiseren van vorig jaar. We zullen ook een project met Peace doen dit jaar. En als laatste zullen we collaboreren met andere sociale organisaties binnen de samenleving. Projecten die we van het jaar zullen uitvoeren is meer gericht op educatie. Daarbij zullen we onze Motivational Awareness Program wederom uitvoeren. We zullen een pre-stage project die daaronder valt voor IMIO 1 en IMIO Nikeri uitvoeren. En daarbij hebben we ook de keus opengelaten aan de overige scholen die ons een beroep op ons doen om uit ons trainingscurriculum enkele trainings te kiezen. En daarvan zijn we bereid om die dan voor hun uit te voeren. Aldus Poters, hij gaf verder aan dat zij dit jaar wederom van start gaan met het Nationaal Speech Contest. Er is een partner gevonden die het spreekvaardigheidscontest heeft geadopteerd en er een duurzaam karakter aan zal geven. National President Tjonkisim zegt dat de JCI streeft naar eeuwigdurende vrede. Daarom zijn de projecten van de verschillende afdelingen ook allemaal gericht op vrede, zegt ze. Ze gaat in op het thema Change Begins with Peace. Willen we dus dat de positieve verandering moet komen die ieder wil zien, moet het gewoon bij peace beginnen. En een peace met jezelf. Je moet in vrede leven met jezelf. Dus vandaar het thema Change Begins with Peace. Van het jaar op International Day of Peace, dat is 21 september, zullen we dus een Peace Loop organiseren. Het is niet alleen voor JCI, het is voor heel Suriname. We hopen van harte dat echt de totale bevolking hieraan mee zal doen. Het hele jaar door zullen jullie van ons horen, peace, 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 peace. Alles zal om peace draaien. En we hopen van harte dat u het ook eigenlijk tot u zal nemen en ons ook zal ondersteunen met het thema. Aldus JCI National President Giselle Tjonkisim. Ze sprak gisteravond in de bankethal van Torarica op een persconferentie voorafgaand aan de opening van het nieuw fiscaal jaar van de jongerenorganisatie.